Lia van Dijk uit Zwolle is al jaren actief in de Partij voor de Dieren. 4 jaar geleden lukte het haar net niet om in de Staten te komen. Ja, dat is ook wat ik bij mij binnenkomt. Daar wil je geen ruzie mee krijgen. Weet wat ze wil. Ja. Zeker. Zo. Ja. Tastend. Ondernemend vrouwtje. Ja. Ja, dat is goed. Nu is ze opnieuw lijsttrekker en wil toch minstens 1 zetel binnenslepen. Natuurlijk Partij van de Dieren, wat daarom ze dus naast de dieren nog van belang vindt in de provincie. Voor de mensen, dat is ook belangrijk. Voor de mensen, inderdaad. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Partij voor de Dieren is nog niet vertegenwoordigd in de Provinciale Staten. Klopt. Als je nog heel in kort de kernpunten van jouw partij kunt vertellen aan ons, dan kunnen we daar misschien weer op inhaken. Prima. Nou, de Partij voor de Dieren komt op voor kwetsbare waarden, zoals de dieren, de natuur en het milieu. En wat we heel erg belangrijk vinden is dat onze aarde leefbaar blijft voor deze generatie, maar ook voor de generaties na ons. Ik denk met het hele verhaal, kom je er direct niet, hè? Dus wat zijn nou de punten waar je echt hard voor gaat maken? Waar wij ons gelijk willen voor inzetten is dat er een stop komt op uitbreidingen van de veehouderij. Als je naar de jacht kijkt bijvoorbeeld, daar lopen de dieren altijd buiten. Hoe denken jullie daarover? Is dat een goed punt? Of vinden jullie dat de jacht moet afgeschaft worden? Want dat is eigenlijk het meest biologische, wat het meest vriendelijke vlees is wat je kunt krijgen. De jacht is heel wreed. Het is ook zinloos om te denken dat je schade of populaties kunt beheren door middel van de jacht. Maar als jij je als jager zijnde gewoon aan de regels houdt, dan kan dat gewoon heel fatsoenlijk vlees zijn. En dan zorg jij ervoor dat jouw het dier waar jij op schiet, dat dat in 1 keer ook overleden is als jij dat aanschiet. De kwestie wat jij aanroert om te zeggen, nou, het is, dan gaan we dat lekker opeten, dat zou natuurlijk een heel erg fout signaal zijn om de jacht op wilde dieren ook nog commercieel te maken. Want daarmee werk je eigenlijk dit alleen maar verder mee in de hand. Gedreven. Ja, dat is het woord, gedreven. Ja. Heel gedreven, ja. Zij was heel duidelijk en meer voor groen en meer voor de dieren. Ze zijn niet links en ze zijn niet rechts. Dat vind ik wel sterk aan ze. Je kunt niet in de algemene voorzieningen maar geld pompen en geen geld verdienen. Dat kan als ondernemer niet, maar als staat gaat dat ook niet. We kunnen natuurlijk niet alle ruimte zelf gaan bebouwen als mens en zeg maar in gaan pikken en dan vervolgens zeggen, ja, nou passen er geen dieren meer hier. En daarbij natuurlijk de economische ontwikkelingen die nodig zijn in de zwakkere regionale gebieden, is een goede infrastructuur nodig. Dus ontwikkeling van N-wegen, N35, de A1. Mm-hmm. In combinatie daarmee met die natuurgebieden, hoe staan jullie daarin? Nou, wij zijn dus absoluut niet voor meer asfalt om deze reden. Omdat de natuur het fundament is van ons bestaan. En niet een luxe artikel willen wij niet verder investeren in asfalt, maar in bescherming van de natuur. Maar daarnaast ook een goede infrastructuur voor het openbaar vervoer. Ook naar de kleine kernen toe. En wij willen juist ook investeren in een duurzame economie, die dus ook toekomstbestendig is. En wat ons betreft ligt dus ook de werkgelegenheid juist in innovatie. En in wind- en zonne-energie, dus alternatieve energie. Ja, van belang is dat wij graag nog wat werkgelegenheid willen behouden. Het liefst nog een beetje willen groeien tegen een betaalbare prijs. Ja, alleen, wat is jullie rol daar dan in? Nou, kijk, wat ik zeg maar, u denkt in het systeem van we moeten naar steeds meer economische groei, winstmaximalisatie. Behouden of lichte groei? Ja, alleen in feite zitten we te zagen aan de tak waarop we met z'n allen zitten. Ja. Dus er is, wat ons betreft, is dat geen alternatief. Ze heeft echt een passie voor wat ze doet en ze staat echt inderdaad voor de dieren en voor het milieu en de natuur. En ik snap wel dat mensen dat heel erg belangrijk vinden, maar het is niet mijn partij. Nou, mijn partij wel. Nee, mijn partij in het geheel niet. Want ik kan me voorstellen dat mensen daar wel op stemmen, omdat het ook heel helder is. Ja. Het moet geen partij zijn die overwicht heeft, maar het zou een goede aanvulling zijn. Het gedraai wat je natuurlijk bij de andere politieke partijen vaak ziet, dat zul je bij hun niet zien.